Maar er is ook weer een jarige. En dat is onze enige echte Jan van Dam uit Emmeloord. Ja, dus lieve Jan, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij. Ik heb je net al gebeld en ik zou gaan zingen. Ja, ik vind het toch altijd wel weer mooi, hè, met de kerstfeesttijd hier. Ja, oftewel, de decembermaand, ja. Hey, ik ben altijd vroeg met versieren, maar ik ben niet de enigste. Nee, ik ben niet de enigste met versieren. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, hoe lief leggen ze daar dan, hè? Zo lief. En het is vandaag alweer reeds maandag. En de hoeveelste leven wij? Het is alweer de 27ste van de 11e. 2023 en we leven om 13:28 en onze Willy Wilbel is er weer. Dag Willy! Hoi! Maar er is ook weer een jarige. En dat is onze enige echte Jan van Dam uit Emmeloord. Ja, dus lieve Jan, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij. Ik heb je net al gebeld. En ik zou gaan zingen, maar ik was het liedje even weer kwijt. Nou ja, dat komt vandaag nog wel. Ik moet eerst andere dingen doen. Zoals de meisjes uitlaten. Ja, maar ik ga vandaag nog even wat voor je zingen. Ja, dat houden we er gewoon in. Dat doe ik iedere keer voor iedereen die jarig is in de familie of vriendenkring. Ja, jij behoort bij de familie. Jij bent mijn inboedel. Ja, echt waar, hè. Ja. Dus we gaan gewoon een gezellige, leuke dag ervan maken voor onze Jan. En hij kan er ook nog wat van, want hij had al visite en al. Ja, echt waar. Ook ben ik bezig, zijn we bezig, ik was er vannacht al mee bezig, met de batterijen te verwisselen van de kaarsen. Want die begonnen heel zielig te branden en eentje viel er al uit en toen viel er nog één uit. Maar ja, ik heb ook nog die omlaadbare batterijen, dus hier heen er één. Er liggen er vier in. En er zitten daar eentje in het stopcontact. En er zitten er ook vier in, twee van voor en twee van achter. En dus ja, dat is helder vastgoed staat voor de deur. Dus ja, en dan gaan we straks met die meisjes even lekker lopen. En zo meteen, hè? Zijn jullie zo lief? Hé, zijn jullie zo lief dan? Hé, zijn we zo lief? Oh, kusje. Ja, hè. Jullie zijn lief. Ja, echt wel. Boefies, ja. Yeah. Of niet dan, Willy? Lief, hè? Ja. Hopiedopies. Ja, jullie zijn hopiedopies. Ja. Hé? Hé? Lieve snuiten. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Nou, Willy die gaat weer naar huis en het is laat. Nou, weer laat.
Het is bijna 4 uur. En dus ja, het horloge is toch 4 uur geweest. En Willy die gaat weer toehuizen. Eén, twee, overheen. Eén, twee, overheen. En dan moet ze de poort nog dicht doen. Ja, gaat allemaal door. Het is koud, lieve vrienden. Oh, jullie willen het niet weten. Ik zal eens even kijken, want ik had, het is snel weer. Ja, het is 4 graden, wordt daar gezegd. En dus ja. En daar staat 6 graden op, maar dat gaan we eens eventjes bekijken. Als hij het wil. Nee, dat wil hij nog niet, want dat staat nog niet aan. Nee. Ah, ik moet eerst nog even wat aanschakelen. Ook dat. Maar in ieder geval, ja, ik heb daar de kerstverlichting aan, voor de rest nog niet. En de meisjes, nou, die zijn ontiegelijk lief. Hé, hey, jij nou? Nou, ook de keuken die is tot zover schoon en opgeruimd. De vaat was er ken nog wat in, dus ik wacht nog even totdat ik dat pannetje leer heb. Ja, er zit nog wat in, dus ja, komt helemaal goed. De batterijen liggen nog steeds op te laden. En ook daar, en het duurt dikke 7 uur voordat ze weer vol zijn. Ja, ken je dat? 7 uur wachten totdat de batterijen vol zijn. Maar het maakt niet uit. Nee hoor. Helemaal niet. Nou, ik ga eventjes mijn vlog delen. Sorry, mijn excuus. Dat moest er even uit. En ik ben een beetje vol in mijn hoofd. Niet dat het pijn doet hoor. Ik heb geen hoofdpijn. Nee, ik markeer niks. Ja, een beetje rugpijn. Maar voor de rest markeer ik niks. Dan alleen nog, ik ben vol in mijn hoofd. Door een telefoongesprek die ik gehad heb. Ja, ik zie het allemaal eventjes tollen wat dat er gaat. Maar ook dat komt wel weer goed. Ik ga jullie in ieder geval aan de lader zetten. Want de batterij vraagt ook weer input. Dus dat moet ook weer even gedaan worden. En ik zeg gewoon tegen jullie, heb verder een hele liefdevolle middag nog verder. Het is 6:04, dus ga jullie eten, smakelijk eten, bon appétit. En ja, hij al gegeten of voor straks na je eten, mag het wel bekomen. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En geniet ervan. Ja, geniet vooral ervan. Ja, en willen jullie een kerstfilm zien? Nou ja, RTL8. Daar zijn ze op, ja. Dus dan ga ik weer gezellig even lekker ernaar kijken. En natuurlijk een vlog in elkaar zetten. En ik moet nog een plaatje maken. Ook dat moet ik doen. Maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Ja, ik vind het toch altijd wel weer mooi, hè. Met de kerstfeesttijd, ja. Oftewel, de decembermaand, ja. Hey, ik ben altijd vroeg met versieren, maar ik ben niet de enigste. Nee, ik ben niet de enigste met versieren. Echt niet. Er zijn er zelfs mensen die al voor mij al klaar zijn. Maar ja, er zijn ook mensen die versieren ook echt alles zoals ik. Die zijn ook al lang bezig, maar er zijn ook mensen die zitten op een boompje neer en klaar. Maar ik versier ook alles. Enkel dat moet nog aan. En in de keuken moet het nog aan. Maar wij gaan eerst lekker lopen. En ik vind dat wel genoeg voor vandaag. Ja, het is geen weekend meer, hè. Nee. Dan doe ik morgen bij wijze van spreken dat daar al aan. Ja. En ik heb die ook aan. Dus ja. En dat vind ik nou ook 1, 2, 3 nou niet nodig. Het is geen weekend, nee. Maar ik ga de meisjes uitlaten, want dat moet ook weer gebeuren. Hè? En daarna gaan we een hapje eten. En dan weer de televisie aan doen. En ik ben al met voorbereidingen bezig van een nieuwe vlog.
deze niet, maar deze. Ja, even kijken, moet ik even beeld hebben. Die vlog. En die wordt ook heel mooi, maar wel wat korter. Ja, want daar zag ik toen ook wat moois. Ja, dat is dat filmpje waar mijn muis bij staat. Ja, dat is mooi. En toen zag ik er ook niet uit, was niet opgemaakt, was niet in orde. Nou, jullie weten, ik doe nou wat plaatjes wat met de tijd van het jaar te maken heeft erbij. Wat teksten erin en dan weer eens geen teksten erin. Maar gewoon om het leuk te houden. Voorheen deden we ook wel eens in de film zelf ook wat kerstachtige dingetjes in de hoekjes. Van die hoekcorners, hoe dat ook allemaal mag heten. Van die plaatjes deden we er bij in. Maar ik denk, ik doe het dit jaar even anders. Ja. Helemaal leuk, gezellig, maar ik moet straks eerst die hebben, minimaliseren, die was van gisteren. Dus ja, komt helemaal goed en we houden gewoon vol goede moed. En ik ga me nou dus klaarmaken, ik ben nog vergeten jullie aan de lader te doen, dus dat ga ik nou aan als eerst doen. Dus ik ram hier die stok weer even op, die ik nog niet nodig, want ik moet eerst jullie daar naartoe brengen en aan de lader doen. En daarna heb ik mijn stok wel nodig, want dan moet ik naar het toilet. En dan gelijk de rollator meenemen, jas meenemen, alles meenemen, want het is koud. Ja, echt waar. Hij zegt nog steeds 6 graden, maar dat ding daar is gek. Daar is het 4. Ik ga mijn telefoon erbij pakken. Kijk wat die zegt. Ik ben wel even nieuwsgierig. Er staat 4, maar ik ga hem even verversen. Het blijft 4. Ja. En het waait. Dus ik ben benieuwd wat de gevoelstemperaturen zijn. Ja, dat mogen jullie weer niet horen, want dan gaat jullie Google Hub ook weer bezig. Dus ja, kan ik nou niet vragen. En anders moet je mijn geluid eventjes op uit, even zacht zetten. Dan kan ik het wel vragen. Dus ja, dat mag ook hoor. Zet jullie geluid maar even zacht. Dan ga ik even aan Google Hub vragen. Geluid zacht. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De temperatuur in Den Helder is nu 4 graden. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur min 2 graden. Vanwege het gevoel dus min 2 graden. Dus Rijker krijgt een jasje aan. Het is maar even goed dat ik luister, hè? Ja. Het is maar goed dat ik dat even doe. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden en onze lieve Jan van Dam uit Emmeloord, die vandaag jarig is. Ik zou nog voor jou zingen en dat zou ik vanmiddag gedaan hebben. Maar ja, mijn batterij raakte leeg van de camera. Dus ja, dat kon dus even niet doorgaan. En dan hoor ik er eentje zeuren achter de deur. Nou, dan weet jij Jan al wel wie dat kan zijn. Ja, onze Kandalf. Hé, meneertje Kandalf. Ja, ik heb de televisie speciaal ook voor jou zacht gezet, trouwens ook voor de rest van de vrienden, want ja, dat mag er weer niet op. En ik zit een vlog in elkaar te zetten en ik zit een kerstfilm te kijken. Maar nu eerst jij Jan, ja, ik zal voor jou gaan zingen. Dus dat proberen we bij deze, ondanks dat nou weer eentje begint te zeuren. In ieder geval proberen we. Lang zullen we leven, lang zullen we leven, lang zullen we leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Jan die leven hoog, Jan die leven hoog, ja hoog, ja hoog, ja hoog, in de gloria. Wat voor liedje ik ervan maak. Ik weet het niet, want ik zing alles door elkaar. Kan je misschien ook nog gaan lachen, omdat ik zo gek aan het doen ben. Maar jij bent vandaag jarig en je bent 61 jaar. En daarom vieren wij het met elkaar, als jij weer bij mij logeren gaat. Dus lieve Jan, bij deze. Het was een beetje gek. Ik zong door elkaar. Ja, ik ben er ook niet helemaal bij met mijn hoofd. Je weet waar ik met mijn hoofd bij ben. Kan ik ook niks aan doen. Ik
kan jij ook niks aan doen, kan ik niks aan doen, dat weet je. Maar in ieder geval, komt allemaal wel weer hopelijk goed. En we houden gewoon vol goede moed. We zijn sterk met elkaar. We houden van elkaar en we genieten met elkaar. Zowel jij, zowel ik, zowel de anderen. Je weet wel wie ik bedoel. En ja, het komt allemaal goed. Dus lieve Jan, ik hoop dat je vandaag genoten hebt met je verjaardag. 8:45 zegt de klok. Nou, hij is achter, want het is op de computer 20:50. Dat is 10 voor, daar ook. Maar in ieder geval, lieve Jan en de rest van onze vrienden allemaal. Ik wens jullie nog verder een hele, hele fijne avond toe. En geniet ervan. En tot later. Ik zou zeggen, doei. Zo, lieve vrienden. Ja, we komen weer eventjes bij elkaar. Om natuurlijk weer een welterust toe te wensen. En jullie willen het niet weten hoe koud het buiten hier al is. Ja, wij zitten aan de kust. 9 van de 10 keer is het hier ook kouder. Maar als je aan de kust zit. En ja, het is 4 graden, zegt ze. Maar er staat in beeld 3. En daar staat nog steeds een 6. Dus dat deugt al helemaal niet. Maar de gevoelstemperatuur is min 2. Ja, het is ijzig koud. Het waait ook als een raketwind. Dat helemaal in de verkeerde hoek. Dus ja, je wilt niet weten. Maar ja, we zijn er wel al doorheen geweest. Het is koud, het is bagger. Koud. Maar het is droog, weet je. Maar ik hoop van al zijn leven dat de wind wat meer gaat liggen naar een andere hoek. En dat gewoon gezond Fries weer gaat worden. Daar hoop ik op. Ja. En wie weet dat de LST-tocht eens een keer door mag gaan. Ja, je weet het niet, hè. Nee, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik zou zeggen, welterust allemaal. Lekker slapen, want morgen is er ook weer een nieuwe dag. Ja, dan die staan we weer op met een glimlach, mogen we hopen. De meisjes, waar is het, zijn ze? Een eentje ligt op de bank, de grote, de kleine ligt in de mand. Dus ja, wij gaan zo meteen lekker een beetje toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het, God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!